Ik ben heel lang betrokken geweest bij de transporten van Dorkershulp in Andijk. En ik heb heel lang bij de politie gewerkt. Ik had ook een groot rijbewijs, had mijn diensttijd nog. En ik had daar een collega waar we samen veel diensten deden. En die had ook een groot rijbewijs. Dus bij bedrijven zijn we auto's gaan lenen en ritselen. En het begon met een rit naar de Oekraïne. En op een gegeven moment gingen we zelfs richting Moldavië. We lieten op het bureau vallen, jongen. We gaan naar een kinderthuis en we moeten eigenlijk wat moois meenemen voor die kinderen. En toen kwam er eigenlijk onder de collega's gelijk een spontane actie van knuffelberen en andere dingen. En we hadden op een gegeven moment 30 of 40 vuilniszakken mee, buiten de documenten om. Die lagen gewoon ergens in de vrachtauto. En die hebben daar ook bij die kindertjes gebracht. En die waren echt de koninkrijk, dat kun je niet voorstellen. Ze komen bij op schoot zitten, ze laten je niet meer los. Die zijn ook geen warmte gewend. En het was heel triest. En we hebben daar ook wel wat traantjes in de weg pinken toen we terugreden. En dat was een mooie reis. En toen hadden we uit de smaak te pakken. En het jaar erop gingen we met drie auto's richting Albanië. En ik had altijd voor gewoonte om de dag met God te beginnen en te eindigen. Mijn vriend en collega, die was op een gegeven moment nieuwsgierig. Ja, maar wat doe je dan? Hoe werkt het dan? En kennelijk raakte hem dat, want hij ging meelezen, hij ging meebidden, hij ging nog meer vragen stellen. En ja, in Albanië, daarom was het ook zo'n bijzondere reis, kwam eigenlijk de opmerking van Nick, als we thuis zijn, dan ga ik Maarten neergeven. Ik ga met je mee naar de kerk en dan ga ik het vertellen. En dan, ik zeg, joh, wat je moet doen, we gaan het gelijk doen. Want God is overal en altijd, is hier ook bij ons. Dus we zijn op ons knietjes gaan zitten. En ik weet niet hoe lang, maar ik had de volgende dag de grindafdrukken stonden nog in onze knieën. Maar het was zo bijzonder. We hebben daar gebeden, echt de vonken spatten er vanaf. En er was iemand die zegt van joh, die vriend van jou, dit is wat met hem gebeurd. Want zijn ogen staan anders. En dat hoorde niet en hij begon gelijk te vertellen wat er gebeurd was. En het is gewoon mooi. En ik werk nu in een Dorkerswinkel en het is, ja, het is gewoon feest. Ook met die vrijwilligers. Het is gewoon echt, ik vind het een geweldige club. Echt.